ik zie iedereen in de zaal. Misschien is het goed om de vergadering te heropenen. Want voordat ik de vergadering heb geschorst, heeft de Kamer gezegd, wij willen alle stukken voor 7:30. Als die stukken binnen zijn, dan kunnen we om 7:00 debat voeren. Als die stukken er niet zijn, dan vindt het debat morgen plaats. Ik heb contact gehad met de nieuwe verkenners, met het verzoek van jullie aan ze doorgegeven. Als het goed is, komt er op korte termijn een brief. Dus in die brief wordt uitgelegd wat wel en niet kan, want niet alle stukken kunnen vanavond binnen een korte tijd klaar zijn. En dat is wat ik eigenlijk wil melden. Die brief kan elke moment binnenkomen. Dus ze zijn er nu mee bezig. Het kan binnen 5 minuten, het kan ook binnen 10 minuten. Maar dat is de stand van zaken op dit moment. En ik zie de heer Rutte staan. De heer Rutte. Ja, voorzitter, ik zou 2 punten willen maken. Het eerste voorstel is het debat naar morgen te verschuiven. Dat is het makkelijke punt. En ik vraag u mij de gelegenheid te geven een paar zinnen te zeggen ter inleiding op het tweede punt. Dat gaat over de verslagen van de gesprekken die hebben plaatsgevonden. Dat waren gesprekken onder vertrouwelijkheid. Vanmiddag zijn er al heel veel stukken gepubliceerd, waarvan de politieke gevolgen ook nog aanzienlijk kunnen zijn, omdat die gedetailleerd inzage geven in de posities van partijen, waarvan ze konden aannemen dat die vertrouwelijk zouden blijven. Mijn verzoek aan de collega's is om wat betreft die gespreksverslagen het volgende af te spreken. Dat mijn gespreksverslag volledig openbaar wordt. En dat we ten aanzien van de andere 16 gespreksverslagen afspreken dat u, voorzitter, ze scant of daar de naam van Pieter Omtzigt in voortkomt. Want dat is feitelijk het hoofdpunt van dit debat tot nu toe. Is mijn taxatie, wordt Pieter Omtzigt genoemd in die andere 16 verslagen. En mijn verslag zal dan helemaal openbaar worden. Ik zeg mijn verslag helemaal openbaar. Ik kan dit voorstel niet doen als ik niet ook aanbied. En ik vind ook dat ik dat moet doen om dat verslag helemaal openbaar te maken. Ik maak mij grote zorgen. Als mensen in vertrouwelijkheid hebben gesproken en misschien ook dingen hebben gezegd over collega's, je weet het niet, die daar genoteerd zijn. Niet met de bedoeling om dat ooit naar buiten te brengen. En het zou wel naar buiten komen, dan loop je het risico dat wij de komende weken eindeloos bezig zijn om persoonlijke verhoudingen te repareren. Dan kunnen we niet werken aan de formatie van een nieuw kabinet. Dit land moet uiteindelijk ook weer door een missionair kabinet ooit een keer geregeerd worden. Dus nogmaals mijn voorstel, mijn verslag openbaar. U scant de andere verslagen. En ik vraag mijn collega's om daarmee akkoord te gaan en niet te zeggen, uit een soort van stevigheid, maak mijn verslag ook maar openbaar. Want daarmee zet je druk op collega's die zich misschien zorgen maken dat ze in die gesprekken dingen hebben gezegd over collega's waarvan ze zeggen die kunnen eigenlijk niet naar buiten. Dus volgens mij is de verstandige lijn, u kijkt, komt de naam Pieter Omtzigt in die verslagen voor. En zo niet, dan gebeurt er niks en mijn verslag krijgt iedereen te zien. Ja. Dan wil ik even iets daarop zeggen, want ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is om dit ordentelijk te gaan doen. Want de discussie gaat inderdaad over collega Omtzigt. En daar moet de informatie hoe en wat enzovoort. Dat is één. Vervolgens vindt het debat plaats met oud-verkenners. En daarna, stap 3, is het welke gevolgen, wat komt er uit dit debat voor de volgende fase. De vraag of ik daarbij betrokken zou kunnen zijn om juist te screenen, is echt iets aan de Kamer. Mijn rol is procesbegeleider. Alleen als de Kamer dat wil, zou in overleg met alle voorzitters om tafel gaan zitten en precies duidelijk te maken wat van mij precies wordt verwacht, zeg ik even hierbij. De heer Rutte. Ja, voorzitter, dat is exact de gedachte dat wij u vragen als onze president dat te doen. Maar nogmaals, ik hoop dat mijn collega's niet zullen zeggen, weet je, maak mij ook maar openbaar, want je zet druk op collega's die misschien nu angstig zijn dat daarmee dingen naar buiten komen. Niet over Pieter Omtzigt, want dat komt dan naar buiten. Maar over andere kwesties waar ze iets zeggen over collega's, wat de persoonlijke verhoudingen, terwijl je ervan uit kon gaan dat die gesprekken vertrouwelijk zouden blijven, wekenlang kan beschadigen. En we hebben uiteindelijk weer een regering nodig. Ja, de heer Wilders. Mijn fractie kan daar 100% niet mee akkoord gaan. Ik weet niet wat voor trucendozen de heer Rutte nu weer openhoudt om de boel onder de tapijt te schuiven. Want, en ik weet nog niet of hij met u dit heeft afgesproken. Het lijkt wel een 1-2'tje te zijn dat u van elkaar wist wat er gezegd werd. Maar ik zal u zeggen, ik ga daar niet mee akkoord. Het gaat ook niet alleen om de heer Omtzigt. Het gaat om ons staatsrecht. Het gaat om fatsoenlijke politiek. Het gaat om de rol van het CDA. Het gaat om de houding van de fractievoorzitter van het CDA, de heer Hoekstra. Het gaat om de PVV, hele pagina's erover. Het gaat om veel meer dan alleen maar
De heer Omtzigt. Natuurlijk gaat het ook over het schandalig behandelen van de heer Omtzigt. Dus ik wil gewoon alle stukken en met een streep onder alle. En volgens mij heeft de Kamer een meerderheid ook eerder vandaag gezegd onder alle. Dus geen Rutte-trucjes, alleen maar dat u kijkt naar iets. Ik hou niet van die 1-2'tjes. Alles openbaar. Iedereen staat vrij om een voorstel te doen. Dus 1-2'tjes of wat u precies noemt, daar wil ik me niet, werp ik ver van me. Maar iedereen staat vrij om een voorstel te doen, een ordevoorstel. En dat is wat de heer Rutte doet. En u heeft ook het recht om daarop te reageren en ook uw voorstel te doen. Mevrouw Marijnissen. Dank, voorzitter. Ja, wij willen het ook graag zuiver houden. En dat betekent dat eerst alle stukken naar de Kamer moeten. En het is een schande, dat heb ik net ook al gezegd, dat wij hier al uren bezig zijn om gewoon de informatie op tafel te krijgen die wij nodig hebben om ons werk te doen. Dus de eerste stap is, en ik hoop dat dat dan nu zo snel als mogelijk gaat komen en ook weer niet ergens diep in de nacht of zo, en dat wij morgenochtend een goed debat met elkaar kunnen voeren. Dan het punt van de heer Rutte. Wij kunnen daar absoluut niet mee instemmen. Ik snap dat de heer Rutte ervan baalt dat hij nu moet gaan werken de komende tijd aan persoonlijke verhoudingen, zoals hij dit noemt. Maar dat is dan toch echt zijn probleem. Het zijn echt zijn verkenners geweest, door hem aangewezen, die zwaar buiten hun boekje zijn gegaan. Het was niet onze opdracht om over Pieter Omtzigt een functie elders te gaan spreken, met wie of wat dan ook. En het allerergste van deze hele dag is natuurlijk de grootste blamage, namelijk dat die hoofdvraag van wie kwam die zin, Pieter Omtzigt functie elders, die is nog steeds niet beantwoord. Helder, de heer Hoekstra, of de heer, de heer Van der Staaij. Voorzitter, ik vind dat de heer Rutte wel een reëel punt heeft. Ik heb nog nagekeken ook in de evaluatie van de formatie van 2017. En daar wordt wel de nadruk op gelegd dat altijd ruimte moet zijn voor vertrouwelijkheid. Dat voorkomen moet worden dat de voortgang van de kabinetsvorming in het gedrang komt door openbaarmaking van onderhandelingsposities. Dat is voor mijn fractie ook niet aan de orde. Dus ik heb ook geen enkel bezwaar tegen openbaarmaking van mijn onderdeel. Maar ik zou me wel kunnen voorstellen dat het voor andere partijen wel aan de orde is. Waarom heb ik ook net gepleit voor wel verzoeken tot openbaarheid? Vanuit het punt dat ook die positie van de heer Omtzigt hier op een vervelende manier naar voren kwam. Wat niet alleen over een persoon, over een collega gaat, maar ook de verhouding parlement en regering. Daar willen we alles over weten. Daar moet de onderste steen over boven komen. En ik zou dus ook goed kunnen leven met de gedachte dat de voorzitter ook kijkt in de aangeleverde informatie of wat relevant is voor het debat in de Kamer. De heer Azarkan. Ja, voorzitter, ik denk dat het cruciaal is dat er transparantie komt. We hebben nog geen 2 maanden geleden een debat gehad waarin nota bene heer Omtzigt aangaf de afgelopen 4 jaar tegengewerkt te zijn. Ik heb dat zelf ook ervaren. Ik denk dat dat alleen maar opgelost kan worden als de toezegging die de premier heeft gedaan vanuit de VK, namelijk ik zal meer transparantie betrachten en daarnaast zal ik de besluitenlijsten van de ministerraad overhandigen. Ik heb die nog niet gezien. Ik denk dat we op een cruciaal punt staan. Willen we het vertrouwen ook in de verhouding tussen de Kamer en het kabinet kunnen herstellen, maar hoe dit achter de schermen gaat, dan zullen die stukken openbaar moeten. Ik realiseer me dat dat misschien pijn doet, maar dat is het wel waard. Mevrouw Bloemen. Ja, voorzitter. Het is belangrijk dat we vertrouwen terugkrijgen in dit proces. En met het voorstel dat de heer Rutte doet, heb ik dat vertrouwen niet terug. Dus ik zou ook pleiten voor openbaarmaking. De heer Eertmans. Ja, voorzitter, ik sta ook achter de woorden van de heer Wilders. Ik vraag me zo langzamerhand wel af, wie bedoelt meneer Rutte dan met wie het niet wil vrijgeven? Ik sta voor wat ik heb gezegd tegen de beide dames, bij de verkenners, daar sta ik voor. En ik denk dat iedereen dat had, want we hebben het eerder verzoek al ondersteund van de heer Wilders. Dus let's go, openbaar die boel en door. Mevrouw Kaag, zie ik u staan. Ja. Ik wilde herhalen dat ik al had gezegd dat mijn deel van mijn verslag openbaar zou kunnen zijn. Ik wil ook aantekenen dat het misschien kan helpen als we het proces faseren. Dus alle documenten die beschikbaar zijn ter beschikking worden gesteld.
Ik kan wel begrip opbrengen voor het voorstel van de heer Rutte, want het gaat inderdaad om vertrouwelijkheid en vertrouwen en gesprekken die zijn gevoerd. Daarom onderstreep ik dat mijn verslag naar buiten kan, maar ik heb begrip voor het feit dat we met elkaar door moeten en de gesprekken zijn gevoerd vanuit een vertrouwensbasis. Mocht het een probleem zijn, dan is het inderdaad aan u om dat van tevoren wellicht aan te geven, maar in de fasering en uw rol als Kamervoorzitter kan daar misschien een nuttige rol in vervullen in het kader van voortgang en het herstel van vertrouwen. Ik sta voor volledige transparantie en openheid, maar we willen ook een ordentelijk proces met elkaar voeren. Mijn verslag mag sowieso openbaar, dat heb ik al in de eerste ronde ter ondersteuning van de heer Wilders ook gezegd. Ja. Mevrouw van der Plas. Ja, voorzitter, wij zijn uiteraard ook voor gewoon alle stukken op tafel en volledige transparantie. Wij hebben als fractie u afgelopen vrijdag al aangegeven dat wij u toestemming geven om alles wat wij hebben gedeeld in de gesprekken openbaar te maken. Het lijkt mij verstandig dat dat ook voor alle fracties gaat gelden. Ik hoor de heer Rutte tijdens een persconferentie nog zo zeggen: de overheid is er voor burgers en niet andersom. En wij moeten hier staan voor die burgers. Ja. Die hebben recht. Dat, het kan misschien heel vervelend zijn dat ik dat nog een keer zeg. Maar ik zal dat de komende 4 jaar waarschijnlijk nog vaker zeggen. Goed. Dat moet ons. Wij kunnen rapporteren totdat van ons wegen aan elkaar. Maar we hebben maar 1 iemand. En dat is de burger, dat is de maatschappij. Goed. Daar moeten we aan rapporteren. En dat moet in volledige openheid gebeuren. Dank u wel. Dan mevrouw Simons. Dank u, voorzitter. Het proces heeft plaatsgevonden in vertrouwelijkheid, maar deze vertrouwelijkheid is op geen enkele manier verplicht, wettelijk geborgd of anders. En die vertrouwelijkheid is geschaad. Dat is al gebeurd. Dus om nu onder het mom van vertrouwelijkheid toch nog informatie achter te houden, dat lijkt ons zeer onverstandig. En ik kan u vertellen, voorzitter, om als dag 1 hier dit proces mee te maken, kan ik me waarschijnlijk nog steeds heel goed verplaatsen in hoe het voor mensen thuis moet zijn. En ik denk dat het een pijnlijke vertoning is. Dus hoe eerder alle stukken er zijn, hoe beter, graag zo transparant als maar mogelijk is. Ja, dank u wel. De heer Baudet. Oh, de heer Segers zag ik ook. En mevrouw Ouwehand, de heer Klaver. Ja, de heer Baudet. Ik vind het voorstel van de heer Rutte ook niet goed. Ik vind de volledige openbaarheid. Maar terwijl ik hierover aan het nadenken was, schoot mij iets te binnen. Dat is namelijk dat de notulist van deze gesprekken is een ambtenaar van Algemene Zaken. En dat is eigenlijk, dat geeft precies aan wat hier onderliggend fout gaat. Dat die verkenners, die hebben zich eigenlijk opgesteld in die hele manier van denken als een soort verlengstuk van de huidige regering, als een soort verlengstuk van Rutte, terwijl de verkenner zou namens de Kamer. Dus het is heel raar dat wij nu moeten wachten op stukken die van iemand zijn die gewoon voor ons als Kamer werkt. En dat is natuurlijk feitelijk niet zo, omdat het de plaatsvervanger zelfs is van Ollongren op Algemene Zaken, die ze heel goed kent. Het is een bevriende persoon. Dus steunt u het voorstel? Ik steun het voorstel van de heer Rutte absoluut niet. Maar ik wil ook aantekenen dat u, mevrouw de voorzitter, gewoon die notulist kunt opbellen en zegt: luister eens, stuur mij nu al die stukken. We hoeven niet zo slaafs af te wachten. Gemaakt. Wij zijn de werkgever van die verkenners. Dit is niet een actie van het kabinet. Dit is een actie van de Kamer. En dat moeten we echt heel goed in het hoofd houden. Dat is precies de staatsrechtelijke positie van de Kamer, die continu ondergesneeuwd raakt. Dank u wel. Dat is de Rutte-doctrine. Daar ging meneer onder andere Baudet de toeslagenaffaire over. Debat en nu moet nog de Kamer tanden laten zien. De heer Segers. Maar voorzitter, bij de behandeling van de wet open overheid heb ik zelf een amendement ingediend die toezag op de vertrouwelijkheid van de formatie. Waarom? En dat is precies het punt wat de heer Rutte aanbrengt, is dat er een mate van vertrouwelijkheid moet zijn om dingen kunnen te delen die ook heel gevoelig zijn. Nu is er iets openbaar gekomen. Dat is door middel van een memo die zichtbaar was, waar een foto van is gemaakt. Dat is de reden van het debat. Daar moet de vraag over worden gesteld. Als daar inderdaad nog open einden zijn, en dan gaat het heel specifiek over de positie van collega Omtzigt, en dat is inderdaad een heel precair punt, kan ik me het verzoek van de heer Rutte voorstellen van scan dan de verslagen op die naam inderdaad, want dat is het precaire punt. Dan moeten we snel het debat hebben, moeten we alle vragen kunnen stellen aan de verkenners die we willen stellen. En dan zal het echt ook van de antwoorden afhangen of het dan ergens, of het ergens stokt, of dat we bevredigende antwoorden hebben. Dus wat mij betreft kan ik leven met het voorstel van de heer Rutte.
moeten we het debat aangaan. En op basis daarvan, op basis van de antwoorden die we krijgen, moeten we opnieuw wegen, is dit voldoende om vast te stellen dat het vertrouwen terug is, onderling en tussen vertrouwen hier en buiten. En kunnen we dan verder of niet? Dat lijkt mij eerlijk gezegd de gang van dingen die nu juist is. En voor mijzelf geldt ook inderdaad hetzelfde als wat Sigrid Kaag net zei. Mijn verslag zou openbaar kunnen worden, maar dat zou een haasje over worden met allemaal fractievoorzitters die hier hetzelfde zeggen. Dus ik kan mij voorstellen, inderdaad, het voorstel nu het springende punt, daarna de onderzoek naar debat en dan kijken of wij voldoende bevredigende antwoorden hebben en of we verder kunnen. Mevrouw Ouwehand. Ja, voorzitter, het probleem dat hier voor ons ligt, of duidelijk is geworden, gaat over, erkennen we met elkaar dat de Kamer het hoogste orgaan is in onze parlementaire democratie? En wat we nu zien, is dat er bij de machtsvorming een poging is gedaan om de positie van de Kamer te verzwakken door een Kamerlid dat gewoon zijn werk heel goed doet, namelijk het regeren van het controleren van het kabinet, om die buitenspel te zetten. En dat betekent dat we dit tot de wortel moeten uitzoeken. En dat staat vooraan. En andere belangen zijn daar op dit moment aan ondergeschikt. Ik kan me best voorstellen dat vertrouwelijkheid een zwaar belang is, maar niet als we twijfels hebben over of de partijen die de macht gaan vormen de statuur van de Kamer wel respecteren. En daarom zullen we niet anders kunnen doen dan kiezen voor maximale transparantie. Ik weet nog steeds niet, ik denk dat wel of niet steun voor het voorstel. De openbaarmaking, ja? Heb ik eerder gezegd, daar is de Partij voor de Dieren voor. En dat betekent dat we het voorstel van de heer Rutte afwijzen. De heer Hoekstra. Voorzitter, dank. En dit debat binnen het debat laat natuurlijk zien dat het treintje hier totaal van de rails is gereden als het gaat om deze hele verkenning. En ik vind dat we daar als Kamer ten principale naar moeten kijken. Want veel van deze ellende had je kunnen zien aankomen. Dus dat is het eerste wat ik zou willen markeren. Dat laat nou precies dit debat zien. Want het is gewoon totaal, maar dan ook totaal misgegaan. Dan even over waar we nu staan. Mm-hmm. Wat mij betreft gaan we wel die route kiezen van openbaarheid. Maar ik zou wel willen markeren dat als de Kamer zich zou verenigen met het voorstel, met het tweede voorstel van de heer Rutte. Het eerste ging over, we doen het debat morgen, nou, daar lijkt me geen discussie over. Het tweede ging over over maar een deel openbaar maken. Dat ik er in elk scenario op sta dat de informatie die ik heb gedeeld met de verkenners, dat die openbaar wordt. Omdat ik wil dat er geen enkel misverstand bestaat. Dat er daar niet is gesproken over Pieter Omtzigt, dat daar niet is gesproken over mijn rol, dat daar niet is gesproken over varianten, dat ik geen enkele variant heb genoemd waar het CDA aan zou deelnemen. En overigens, is misschien teleurstellend, maar dat ik daar ook niet heb gesproken over mijn eigen onderhandelingsstijl. Ja. Oké, dan meneer Hoekstra, het andere voorstel van de heer Rutte. Het eerste deel wel even. Het eerste deel van transparantie wel? Ja, nee, het eerste deel. Ja, ik ga gewoon door totdat het helder is, want er moet geen misverstand. Het eerste deel ging over het debat morgen. Ja, daar is iedereen het over eens. En ik ben ervoor om te kiezen voor de transparantie en het openbaar maken van die verslagen. Ik vind dat overigens aan de leden zelf is, die gesprekken met de verkenners hebben gevoerd. Zou het zo zijn dat sommige leden er niet voor kiezen om dat openbaar te maken, dan respecteer ik dat. Maar ook in die variant wil ik dat die informatie die ik heb gedeeld sowieso openbaar wordt. Maar het voorstel van de heer Rutte is ook dat de voorzitter daar eventueel een rol in kan hebben. Dat moet wel helder zijn. Nee, ik vind dat de hoofdlijn zou moeten zijn dat die verslagen, dat die openbaar worden. Maar mocht daar iemand hier bezwaar tegen hebben, ja, dan is dat aan haar of aan hem. Dus u bent niet met het voorstel eens? Oké. Ja, de heer Klaver. Volgens mij zijn we met z'n allen terecht verontwaardigd wat er is gebeurd. En dat de documenten openbaar zijn geworden die niet openbaar hadden moeten worden gemaakt. Dat is een grote fout. Maar wat wij hier met z'n allen vandaag aan het doen zijn, verdient ook geen schoonheidsprijs. Deze hele verkenning zat in een impasse, die is vandaag alleen maar dieper geworden. Terwijl dit land in de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog zit. Daar moeten we uit. En ik denk dat de route om daaruit te komen is niets anders dan transparantie. Dat we de informatie die er is, dat we die publiek maken en daar met elkaar over spreken. Maar dat vraagt wel een grote verantwoordelijkheid van ons allemaal. Zijn we namelijk op zoek om elkaar hier een kopje kleiner te maken met z'n allen? Of willen we de waarheid boven tafel hebben? Om ervoor te zorgen dat je weer met elkaar verder kan.
Ik denk dat de enige route om met elkaar verder te gaan is dat die transparantie er komt. Dus akkoord met het debat morgenochtend plannen. En ik wil graag dat de stukken naar de Tweede Kamer komen. Is het middelste. De heer Dassen. Ja, mevrouw de voorzitter. Ik steun natuurlijk dat morgen dat debat gaat plaatsvinden. En verder kan ik me helemaal vinden in de woorden van de heer Klaver dat met de functie elders we de klimaatcrisis niet gaan oplossen. En dat we daar wel zo snel mogelijk ook weer naartoe moeten om over dat soort onderwerpen te praten. Maar om daar te komen zal volledige transparantie ook hier in deze Kamer gedeeld moeten worden. Dus ik hoop ook zo snel mogelijk, want ik verbaas me daar echt over dat daar nu al de hele dag de discussie over gaat en we de stukken nog niet hebben, dat die zo snel mogelijk openbaar worden en het liefst ja, nu in plaats van over een paar uur. Goed, mevrouw Den Haan. Ja, voorzitter, eens met het eerste deel van het voorstel van meneer Rutte om morgen om 10:00 te vergaderen, of morgen in ieder geval te vergaderen. Volgens mij, 50PLUS heeft al eerder gezegd dat wij ook openheid van alle zaken zouden willen hebben. Dat geldt ook voor mijn eigen verslag. Volgens mij moet dat geen enkel probleem zijn, omdat alle andere collega's al aangegeven hebben dat ook zij dat steunen. En het lijkt mij goed om dat allemaal zo snel mogelijk te doen, zodat we voorwaarts kunnen. Want het lijkt mij niet dat het vertrouwen in de politiek bij de burgers op dit moment groter wordt. Heb ik iedereen eigenlijk? Ja? Ja, iedereen is het erover eens, of bijna iedereen, dat het debat morgen plaatsvindt. Want dat hadden we ook voor de schorsing eigenlijk al met elkaar bijna geconcludeerd. Dat wordt nu bekrachtigd. Het is goed om nog een keer met de verkenners contact op te nemen. Nog een keer. Jullie punten daar onder de aandacht te brengen. En voor het voorstel van de heer Rutte, ik kan niet meteen zien dat er een meerderheid voor is. En het is ook een voorstel waarvan ik denk, er moet heel goed erover nagedacht worden hoe we dat, stel dat de Kamer dat wil, dan is het ook belangrijk dat de Kamer aangeeft wat zijn de voorwaarden, onder welke omstandigheden of wat dan ook. Maar er is nu geen. Ja, als ik dit zo zie, dan lijkt het me goed. Ja, de heer Rutte. Ja, voorzitter, er is inderdaad geen meerderheid voor mijn tweede voorstel, dat is helder. Ik doe een beroep op de collega's als die stukken dadelijk komen en mensen zouden. Dat zou tot alle emoties leiden dat we proberen toch die zo snel mogelijk een goede baan te leiden. Ik had het dus niet over het punt omzicht, want daar was ook in mijn voorstel geregeld dat dat allemaal naar buiten zou komen. Mijn verslag sowieso helemaal. Maar als er andere dingen gebeuren die niets te maken hebben met het gelekte document, maar die wel in die, misschien weten we niet, in die verslagen staan, en dat leidt tot heftige emoties, dat we proberen dat zo snel mogelijk een goede baan te leiden, zodat we ook het inhoudelijke formatieproces ooit een keer kunnen aanvangen in het belang van het land. Dank. De heer Wilders. Nou ja, wat ik eigenlijk wilde zeggen is wat de heer Rutte net in zijn eerste opmerking zei, namelijk dat voor zijn voorstel geen meerderheid is. En dat kan volgens mij, maar dat is aan u om dat te concluderen, niet zijn dat we er nog goed over na moeten denken, maar dat de meerderheid gewoon wil dat alle stukken met een streep onder alle vanavond naar de Kamer gaan. Ja, dan, ja. Ik zie u ook staan, mevrouw Marijnsen. Ja, dat klopt, want überhaupt de hele discussie over wel of niet openbaar maken van de gespreksverslagen, volgens mij was van begin af aan al de bedoeling, tenminste dat is mij gewoon verteld toen ik op gesprek kwam bij de dames, dat al die verslagen openbaar zouden worden. Dus dat was sowieso de bedoeling, dus ik snap de hele poeha daarover ook niet. Goed. Veel interessanter is volgens mij dat we alle stukken krijgen, dus ook die gespreksverslagen, maar ook waar de heer Wilders eerder aan refereerde, eventueel appverkeer of ander contact wat er is geweest over dit verhaal. De heer Klaver. Voorzitter, volgens mij is de conclusie hier helder. Ik wilde één suggestie doen, aansluitend bij collega Marijnissen. Die verslagen zouden sowieso openbaar worden aan het einde van de rit. Er zat één tussenfase tussen, namelijk dat de Kamer dat iedereen ze zelf zou moeten accorderen. Ja. Ik zou willen meegeven dat als morgenochtend het debat is, dat de verkenners zouden daarvoor kunnen kiezen. Ik zeg niet dat dat van mij moet. Mijn verslag mag openbaar gemaakt worden, maar die stap zou eventueel, als dat kan, in de tijd nog gezet worden. Dat was de afspraak die we met z'n allen hadden. Maar het is ook gebruikelijk, ook in eerder verkenningsgesprekken, dat de verslagen, dat is ook in een gewone omgang, zeg maar, ook met anderen, dat de verslagen altijd geaccordeerd moeten worden. Dus dat diegenen die ook gesproken hebben, daar ook hun mening over geven, of ze zich daarin herkennen of niet. Maar dat is echt iets wat normaal bij dit proces hoort. Voorzitter, dat hoort inderdaad normaal bij dit proces. Dus wat ik wilde meegeven, omdat we het zo hebben over die transparantie, wat we allemaal willen, maar dat is aan de verkenners. Wij vragen om die informatie.
als in het proces past, dat precies. Er nog om accordering wordt gevraagd. Maar dat is aan hen, dan wil ik mij verder niet mee bemoeien. Maar dat is een optie die kan. Prima. Dan wil ik eigenlijk de heer Eertmans een nieuw punt. Er blijft iets hangen bij mij. En dat is de vraag die ik gesteld heb. En ik kijk even naar de collega's, want ik heb daar eigenlijk helemaal geen antwoord op gehad, behalve van de heer Baudet. Wat is er mis mee, voorzitter, om nu de cruciale vraag over het punt om zich te vragen aan mevrouw Ollongren, die hier gewoon zit en kan toelichten waar komt de opmerking functie elders vandaan? Ik heb daar geen reactie op gehad. Het is de cruciale vraag waar we geen stukken, voorzitter, waar we geen stukken voor nodig hebben. Nou, dat is uw mening, maar dit is wel een onderdeel van het debat. Daar ging ook het debat over. Dus we gaan niet de regeling opnieuw hier herhalen. Daarvan is gezegd dat deze vraag natuurlijk centraal zal staan, ook in het debat. Niet alleen van u, maar iedereen. Dan wil ik toch naar mevrouw Van der Plas heel kort. En echt als er een nieuw punt is. Andere microfoon, alsjeblieft. Ja, andere microfoon. Ja. Ik zal het inderdaad kort houden. Als de verslagen openbaar worden gemaakt, wil ik wel graag dat er ook in opgenomen is dat ons als BBB niet is gevraagd naar een meerderheid voor de Eerste Kamer, of dat wenselijk is of niet. Nee, mevrouw. Mevrouw, want het maar geldt. Maar er zijn verslagen die nu al missen, want het hele BBB-verslag, dat zit er nu al niet in. Niemand zat erbij, dus ik kan het ook niet beoordelen. Dan wacht u gewoon het verslag af en als u zich daar niet in herkent, kunt u het doorgeven of in het debat meenemen. Maar nu gaat het echt alleen over het proces, de procedure. Daarvan hebben we gezegd. Snap ik, maar het lijkt mij makkelijk dat ik ze dat nu alvast meegeef. Nou, dat zou ik niet doen. Dat zou ik niet doen. Sta om te vragen waar die dingen zijn. Nee, maar dan moet u echt afwachten tot het verslag er ligt. En als er dingen zijn die u hebt gemist, dan moet u dat ook gewoon melden. Dat mevrouw dus nu van der Glas, het glas. Het wordt gezellig als ik het zo zie. Dank u wel. Ik wil toch naar een afsluiting van deze regeling van werkzaamheden. Ik ga alles wat hier besproken is. Natuurlijk, de verkenners krijgen ook de handelingen. Dus die kunnen letterlijk zien wat de vragen zijn van de Kamerleden. Maar ik wil beroep op jullie allemaal doen om een debat te voeren, zorgvuldig, feitelijk en ieder vanuit zijn haar of eigen standpunt. En dat we ook op een gegeven moment aan de slag moeten, in de zin dat iedereen wil dat wij als politiek de problemen waar mensen ons voor hebben gekozen, dat we dat daarmee aan de slag gaan. En dat het ook gewoon te aanzien van de Kamer schaadt als wij voortdurend. Nee, meneer Azarkan, u krijgt niet het woord. Dan hebben we nu dit met elkaar afgesproken. Morgen gaan we verder. Ik ga. Afgesproken dat wij morgen het debat hebben. Alles wat hier besproken ga ik ook naar de verkenners, aan de verkenners overbrengen. En morgen gaan we weer verder. Ik dank alle Kamerleden, ik dank de oud-verkenners en ik sluit de vergadering.